denk, wanneer dat je voor de Oscars gaat, enfin, dat is niet jouw uitgangspunt geweest. Natuurlijk is geen enkele filmmaker die zegt van wat zou ik nu eens een keer kunnen gaan maken omdat we genomineerd zouden geraken voor de Oscars. Je vertelt je eigen verhaal natuurlijk vanuit je eigen wereld en je schrijft met je eigen bloed, bij wijze van spreken. Ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt was, ook bij Kauper. Mijn Soul is Skin gaat natuurlijk voor een deel ook over de kunstwereld. Ze wilden dus dat ieder beeld eigenlijk bijna een kunstwerk in op zich was. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is, hè, dat ze een heel eigenzinnige en heel eigentijdse wereld heeft neergezet die tot de verbeelding spreekt en waarbij ze zowel de parodie als de kritiek op de kunstwereld bijvoorbeeld in een heel eigenzinnige vorm heeft gegoten. En een aantal thema's eigenlijk aansnijdt. We hebben het hier over een Syrische jongeman die naar Europa vlucht, tussen aanhalingstekens, in ieder geval binnen die Schengenzone wil geraken. En daar een heel ander parcours volgt dan de bootvluchteling die we kennen vanuit de journaals. Ik speel de internationaal gerenommeerde kunstenaar en Monica Bellucci speelt mijn galerijhoudster. Het is mijn personage een nogal arrogant man en met een wat duivelse uitstraling ook. Het personage zelf noemt zich kind of Mephistopheles. Dus het is, het is ook een soort Faustiaanse deal die hij maakt met het hoofdpersonage. Dus hij zegt van kijk, verkoop mij uw rug en je krijgt toegang tot de vrijheid. Later zal het hoofdpersonage ondervinden dat vrijheid toch nog iets anders is, want hij zit natuurlijk gebonden aan een contract. Gauwiter heeft de satire eigenlijk gebruikt om dit verhaal te vertellen. Dus er zit veel lichtheid en humor in. Natuurlijk ook veel zwaarte en diepgang. Er worden een aantal vragen gesteld die opportun zijn. Ja, het is toch wel een heel ernstig thema natuurlijk, maar haar benadering is heel apart en geestig. De satire is een middel om daar toch op een manier adem aan te geven zodanig dat je nog kan ademen en toch nog iets van licht kan zien. Dat is iets anders dan cynisme. Maar het is het perfecte tool eigenlijk om dit verhaal te vertellen. Heeft deze film weer nieuwe deuren geopend? Iedere film is altijd een poortje of een poort naar een nieuwe gelegenheid. Hè. En je bent maar zo goed als je laatste werk, dat zegt men ook wel eens. Nu, ik hoop dat dat toch altijd een optelsom mag blijven ook. Wat is je laatste werk? Mijn laatste werk is L'Inconnu van Peter Monsaert, een vrachtwagenchauffeur die in zijn leven wat heeft meegemaakt, wat maakt dat die mens eigenlijk zich volledig heeft teruggetrokken in zichzelf. Door omstandigheden komt hij een jonge man tegen die blijkbaar ook zijn eigen verhaal heeft. En die twee vinden elkaar niet. Dat is een heen en weer van aantrekken en afstoten. Maar toch vatten ze dan op een gegeven moment een soort van reisje aan waarbij ze hun eigen verdriet gaan opzoeken en loutering vinden eigenlijk in de ontmoeting alweer van elkaar en in het herkennen van elkaars problematiek en daar elkaar in vinden. Cinevox.